Goedemorgen jongens. We hebben hier een MP3-stand. Het grootste gedeelte van de filmpje hebben jullie niet gezien. Ik laat jullie het laatste gedeelte zien van het filmpje. Wat er van tevoren allemaal gebeurd is en zo. Maar ik ga jullie wel uitleggen een en het ander. Ik zet even die ontsteking vast. Ik weet precies hoe strak een schroef moet vastzitten. Dat die volgende keer makkelijk los gaat. Ik heb een soort momentschroef in mijn arm. We hebben hier een MP3-stand, een 250C. Wat is er gebeurd? Loop ik mee. Als jullie met me meekijken, zie je vieze grijze olie. Vieze grijze olie, wat houdt grijs olie in? Als een grijze drap uit je motorblok komt, het geeft aan dat water zich erbij mengt. Kijk. Dat betekent, er wordt gemengd water en olie. Wat is hiermee gebeurd? Die waterpomp is kapot. Omdat die waterpomp kapot is gegaan, is hij gaan olie vermengen. Olie vermengen met water. Water is erbij gekomen en dan krijg je het vieze spul. Wat hebben we gedaan? We hebben de waterpomp al lang vervangen. Die waterpomp zit in de deksel. Dit is de oude pakking die haalt vanaf, die gaan we vervangen. Spuit ik met de remreiniger, laat ik even lopen. Pak even een stukje doek. Kom bij jullie, jongens. Momentje. Dan maak ik het helemaal schoon. Dan halen we het doekje langs. Het is helemaal schoon. Dan gaan we die kant weer op. De waterpomp zit hierin. Kering, lagers, fin. We hebben het gedaan. Dit is de nieuwe pakking. We hebben alles vervangen. Keringen, sommige dingen waren goed, maar we hebben alles vervangen. Kijk, bij zo'n klus moet je het gewoon helemaal compleet doen. Die keer bijvoorbeeld, die filletje was goed en die bus was ook goed. Maar we allemaal vangen. Beter, anders krijg je die mensen achteraf weer. Goedemorgen. Morgen jongen. Anders komen de mensen weer terug. Het is weer niet goed, of wat dan ook. Dus daarom doen we het in één keer goed. Hoe gaat die pik? Goed. Goed joh. Hey, maar volgens mij is mijn voorrem los. Momentje, ik kan zo met je meelopen, kan zo met je meekijken. Ja, is goed jongen. Als je een momentje hebt hoor. Neem een bak koffie voor. Ja, zou ik dat eens doen? Ja. Koffieautomaat. Ook nog. Ja. Dat is een van de belangrijkste wat wij in de winkel hebben hier, de koffieautomaat. Die is zeer belangrijk. Kijk, ik smeer er een beetje vloeibare pakking op. Waarom? Dan blijft de pakking recht op zijn plaats zitten. Hier, tussen deze rubbers in. Heb ik ook vloeibare pakking ingesmeerd. Dan gebruik ik zwarte. Je hebt rood, zwart, het heeft te maken, je hebt blauw tegen water, rood tegen hitte, zwart tegen olie. Dus zeg maar, het zijn allemaal verschillende. Allemaal onzame geldklopperij, allemaal hetzelfde. Of je rood of gele gebruikt, wat maakt niet uit. Allemaal hetzelfde werking hebt. Dat houden mensen gewoon voor de gek.
Ja, moet je naar het verhaal lopen. Ik hoor je niet. Ik sta hier ook te wachten. Ik kom bij je, moment hoor. Oké. Okay. Kijk. Wil je wat weten? Ja, hoeveel kost het om van zeer diep 4 achterrem te maken? Wat is er mee kapot? Moet ik even zien. Ik ga zo even kijken bij jou. Oké. Okay. Of dan een kabel leggen, van de remblokken leggen. Ja, volgens mij die remstang en die kabel. Is die kabel kapot? Dan moet je een binnenkabeltje doen. Is goedkoopst. Ja, maar ook die remstang is een stukje afgebroken. Die rem heeft van beneden. Die gewoon waarmee je rem. Boven. Remgreep. Ja. Die is een stukje vanaf. Ik ga zo met je meekijken. Veel rem eraf, kijk. En ook belangrijk jongens is, we gebruiken alleen maar originele spullen. Deze waterpompset heb je ook in imitatie van RMS volgens mij. Nee, bij dit soort spul gebruik ik echt origineel. Ik wil geen risico nemen dat ik dubbel werk moet doen. Als ik iets niet goed doe, dan heb je gewoon bij mij garanties. Omdat de garantie bij mij goed is, krijg je ook goed werk. Daarom durf ik ook goed garantie te geven. Omdat ik weet hoe het goed werk is. Eén keer kijk hier, één keer. En onderuit, genoeg gezien. Hij mag niet lang in beeld. Hij mag niet lang in beeld, jongens. Hij mag niet lang in beeld. Jullie hebben een klein beetje gezien wat er stond. De grote liefde. KTM. Daar zo. Die komt hierin. Pak hem op. Hoppa. Ook zo. Dekkeltjes erop. Ik draai hier een schroef erin en daarna precies tegenover ongeveer aan deze kant. En dan pak je er eentje boven, kruislinks. Weer. Dan ga ik jullie uitleggen waarom ik dat doe. Waarom doe ik hier een schroef, daar een schroef, daar een schroef en daar? Als ik ze hier allemaal achter elkaar op een rij zet en ik draai ze vast, dan gaat de deksel op één kant vast. Dus hier een beetje vast, dan weer aan die kant, dan gaat hij geleidelijk in elkaar. Dan springt er geen pakking tussen, dan gaat er niks kapot, gaat hij helemaal netjes. Ik draai ze allemaal ietsjes vast. Eind van de rit, straks helemaal aandraaien. Kijk, ik draai het een klein beetje vast, dat de vloeibare pakking er tussenuit komt. En dan mag hij ook zijn werk doen. De vloeibare pakking komt er tussenuit. Ik laat het een beetje opdrogen.
En straks draai ik het helemaal vast. Dan gaat de pakking zijn werk goed doen. Ik heb er mensen voor staan, ik ga mensen helpen. Dus als wij verder met de motor gaan, dan gaan we jullie zeker erbij halen om verder te kijken wat we met de motor gaan doen. Dat is goed, doe hem uit.